Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Bewolking boven Nederland is niet dik. De satellietfoto heeft maar moeite mee om het te zien. Maar het trekt af en toe wel wat bewolking over. Misschien zelfs met wat licht gespetter in delen van Brabant. Maar dat verdwijnt in de loop van de ochtend. Dan wordt het droog en dan klaart het op steeds meer plaatsen op. Temperaturen van 1 tot 3 graden. Het kwik weet maar langzaam de weg omhoog te vinden. Vanmiddag wordt het wel 5 graden in het noorden tot 9 in het zuiden. Nog steeds een gemengd beeld met zonnige momenten met wat wolkenvelden. Neerslag waarschijnlijk niet meer en een zwakke wind uit een oostelijke richting. Vanavond neemt in het zuiden de bewolking langs een wat toe. In het noorden blijft het nog lang helder. En daar kan de temperatuur in de nacht ook nog tot rond of iets onder het vriespunt dalen. Tegen de ochtend begint het in Limburg te regen. En die regen breidt zich morgen over de rest van het land uit. Bereikt het noorden van het land pas in de middag waterkoud weer met 4 tot 6 graden op de thermometers. Misschien zelfs een vlok natte sneeuw op de velu is niet helemaal uitgesloten. Dan zondag, dan wordt het snel op de meeste plaatsen droog. Het blijft tamelijk bewolkt. Maandag komt voorzichtig de zon er wat bij. En dinsdag zien we de zon vaker schijnen. Overdag temperaturen van 4 of 5 graden. De kans op vorst in de nacht neemt na het weekend weer toe. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl